delegatie van ongeveer 20 personen uit Para heeft vandaag een educatieve dagtocht gehad in T-Mil, Telesuur Multimedia Innovation Laboratory. Begeleiders, een vertegenwoordiger van het ministerie van Sportzaken Para en een groep leerlingen kreeg daarbij uitleg over de werkzaamheden van T-Mil. Mona Lisa Sabayo, personeelslid op Sportzaken Para, die zegt dat het district enthousiast is om deel te nemen aan de dagtochten die over verschillende dagen in de vakantie zijn gepland. Jonathan Toby, innovator bij T-Mil, verzorgde een presentatie waarbij hij uitleg gaf over de applicaties die hij tot nu toe heeft ontwikkeld. De Miss Coropassie app is ook in de bouw en het laatste KBF app wordt leasewijs genoemd. Oké, en wat kunnen de jongeren met deze apps? De Miss Coropassie is meer een scholeninformatie app. En de KBF app is een app waarbij je digitaal boeken kan lezen. Dat het lezen als het ware voor de kinderen zal vergemakkelijken. En hoe ben jij in aanraking gekomen met T-Mil? Nou, het is via de school, denk ik. Toen ik nog op de tweede klas na het inzet, is T-Mil naar mijn school gekomen en ik was toen geïnteresseerd. Ik ben dan naar hun toe geweest en vanaf die dag af was ik als het ware lid van T-Mil tot nu toe. Oké, en het bevalt wel? Jawel, het equipment van T-Mil is heel hoog, dus ze houden hun standaarden heel hoog. En de begeleiding is vriendelijk. Toby heeft het afgelopen weekend ook meegedaan aan de vierde editie van de hackathon en eindigde met zijn team Code Ops op de tweede plaats. Tijdens zijn werkzaamheden bij T-Mil heeft hij de vaardigheden kunnen opbouwen om mee te doen met de hackathon. Zijn boodschap aan de jongeren is: word elke dag beter dan je gisteren was. Over 2 weken krijgt T-Mil een groep jongeren uit Nikeri op bezoek.